We zijn net klaar met de handelsmissie door Texas. Eerst Houston en daarna Austin. Dit is Nalta Explorers voor het Dutch Digital Health House. Wat een fantastische plek waar we nu staan. Austin, Texas. En we komen nu uit Houston, waar we op maandag begonnen. Menno, kan jij vertellen waarom je hier naartoe bent gekomen, wat je product is? Ja, zoals je weet zijn we hier de hele week rondgereisd samen met de secretaris-generaal van VWS. En we hebben heel veel ziekenhuizen en local healthcare leaders bezocht. En een mooie week achter de rug. Hoi Saskia. Hoi. Jij bent vanaf eigenlijk al een jaar bezig geweest met de voorbereiding van deze trip. Handelsmissie Health naar Texas. Klopt. Hoe was het voor jou, die voorbereiding? De voorbereiding was best wel spannend, omdat het heel lastig is om hier in Amerika echt mensen te pakken te krijgen. Dus eigenlijk een week voordat we aan de missie gingen beginnen, was het programma pas klaar. En dat was pittig. Dus we hebben best wat stress gehad. Ik werk bij Invest Utrecht en wij doen acquisitie van buitenlandse bedrijven. Dus internationale partijen die in mijn geval in Utrecht willen landen. En dat betekent een nieuwe vestiging openen of investeren. Wij bij New Compliance produceren de OK Cockpit in het Nederlands, moet even schakelen. En de OK Cockpit is eigenlijk een soort van custom oplossing om ziekenhuizen hun eigen real-time informatie dashboards te laten ontwikkelen. En daarmee wordt heel veel ellende voorkomen. Ik ben Ron Houtsoorn van Ledger Leppard. En wij leveren blockchain technologie in de zorg om data onweerlegbaar vast te kunnen leggen. Om de regie bij de patiënt te laten. En waarom wil je met die technologie naar Texas of naar Amerika? Omdat het namelijk voldoet aan de vraag om privacy. En omdat er een enorme administratieve lastenverlichting mee gerealiseerd kan worden. Ook binnen de zorg in Amerika. The Cradle is an interactive instrument that is used for people with dementia, people with a mental disability, children with autism, everybody who can't use language as a regular communication instrument. We use touch as the instrument to be able to be in contact with other people. Very cool, let's start. Thank you. Wat wilde jij uit deze reis halen? Nou ja, eerst maar eens achterkomen of hier wat te halen was. Het is natuurlijk een beetje een verkennersmissie geweest. En dat was gelukt, want het was een beetje een witte vlek denk ik voor heel veel Nederlanders. En zeker ook voor ons. We denken allemaal East Coast, West Coast, maar hier gebeurt het echt. Wat is voor jou het hoogtepunt van deze week geweest? Toch eigenlijk wel de groep. Ik moet zeggen, ik vind de dynamiek in de groep onwijs leuk. We hebben ook heel veel gelachen. En ik heb ook wel het gevoel dat iedereen eruit heeft kunnen halen wat hij eruit wilde halen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat is wat jullie doen. Ja. Jullie supporteren eigenlijk de ondernemers die hier naartoe gaan. En wat is daarin het allerbelangrijkste doel? Handel. Handel doen voor de Nederlandse ondernemers met Texas. Ik heb een fantastische week gehad. Ik heb er kostelijk vermaakt en daarvoor dank. Graag gedaan en veel succes met de business. Dankjewel. Hoi.